Heer, ik dank u voor uw goedheid. En dat u de koning der koningen bent, de Heer der Heren. Dat u de woorden die ik spreek en de broer Dirk straks gaat spreken, dat woorden van u zijn. Amen. Amen. Afgelopen zaterdag was broeder Ivan een beetje boos op de mensen van de muziek. Een beetje. Dan denk je van, mag je als christen boos zijn? Ja, je mag als christen boos zijn. En daar ga ik het heel kort over hebben. Gaan we door naar de volgende vers. Niet de ene? Mensen worden wel eens boos. Soms word je boos en dat is niet zo goed. Bijvoorbeeld Kaïn. Kaïn werd boos toen zijn offer niet door de Heer werd aanvaard. En in plaats naar zichzelf terug te gaan en te kijken van waarom God eigenlijk zijn offer niet aanvaardde, werd hij boos, werd hij kwaad, werd hij jaloers. En dan gaat God met je praten, gelukkig. Maar Kaïn luisterde niet en heeft zijn broer doodgeslagen. Maar de grote tip over boosheid is: als je het goede doet, kan je je hoofd opheffen. Amen? Maar als je niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. En daar moet je over heersen. Wist je dat wij geschapen zijn om te heersen? Amen? Gaan we verder. Een paar voorbeelden. En omdat ik wist dat broeder Dirk zou spreken, heb ik geen bijbelteksten erbij. Maar Eliab werd boos op David. Wie weet wie Eliab was? Dat was een broer van David. David ging naar het kamp toe en hij ziet dat Goliath God tart en uitdaagt en geen Israëliet wil tegen hem vechten. En David gaat vragen, wat is er? En Eliab zegt, jongen, ga naar huis terug. Hij werd boos op hem. Je komt hier om sensatie te zoeken, om te kijken wat we doen enzovoort. Ga naar huis. Eliab werd boos. Maar dat was geen goddelijke boosheid. Dat was geen goddelijke boosheid. David werd boos op zichzelf. Hoe kan je boos op jezelf worden? Nou, weet je waarom David boos werd op zichzelf? De profeet Nathan ging naar David toe en vertelde over een man die een andere vrouw stiekem genomen heeft en die andere man de dood heeft ingejaagd enzovoort enzovoort enzovoort. En David werd zo boos en zegt, die man moet gestraft worden. De ergste straf is niet goed genoeg voor hem. En koning Nathan zei, David, jij bent die man. Want jij hebt Uria de Hittiet, heb je gewoon in een hinderlaag gelokt en laten doden. En je hebt zijn vrouw genomen. Jij was die man waar ik het over had. Zie je, soms kan je boos worden en jij bent hetzelfde oorzaak van alle ellende. Dus dat was ook geen goddelijke boosheid van David. Het leek heel vroom, maar het was niet echt vroom. En Jezus werd boos in de tempel. Ja toch? Hij pakte een zweep en al die T-shirts die ik hier verkoop, sloeg je eraf. Nee. Jezus werd boos. Want hij zegt, jullie maken van mijn huis een rovershol. En ik moet wel op de eerste plaats staan. Amen. Gaan we verder lezen. Gaan we naar de eerste vers. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Gaan we weer terug. Ik ga het even stap voor stap uitleggen. Word boos, maar zondig niet. Boos worden is een emotie die God heeft gegeven aan ons. Want hij wordt zelf ook wel eens boos. Jezus werd ook boos. Dus boosheid is iets door God gegeven aan ons. Boosheid is een emotie, net zoals blijdschap, net zoals liefde, net zoals treuren. Dat zijn emoties door God gegeven aan ons en wij moeten dat op de juiste manier gebruiken. En Paulus zegt, word boos, maar zondig niet. Want boosheid kan je tot verkeerde daden toe leiden. En dan is het geen heilige boosheid meer. Word boos, maar zondig niet. Dat is de tip die David geeft. Mag boos worden, maar ga niet zondigen.
Je mag boos op iemand zijn, slaap niet in elkaar. Je mag boos zijn, maar laat zijn auto heel. Je mag boos zijn, scheld niet voor rot. Dat is niet heilig. Gaan we verder. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En dit is wel een heel belangrijke tekst. Want deze heb ik heel lang ook begrepen van. Voordat je gaat slapen moet je boosheid weg zijn. Maar als het een goddelijke boosheid is, moet het niet weg zijn. Dan moet het blijven. En dan moet hij niet denken, ik ga een nachtje slapen en daarna, we bekijken het maar. Want wie vindt het erg dat de baby's elke dag vermoord worden? Ja. Wie vindt het erg dat mensen zo makkelijk zelfmoord mogen plegen? Ga daar boos over blijven zijn. Ga daar boos over zijn en laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Want als je dat doet, dan word je soft geestelijk. Dan word je geestelijk soft en ga je niet meer staan voor waar God voor staat. Weet je, normaal gesproken, als de zon ondergaat, wat gaan we doen? Slapen. Slapen, ja. Goed, bidden en slapen, nog beter. Ja. Maar God wil niet dat je goddelijke boosheid gaat slapen. God wil dat je goddelijke boosheid wakker blijft. En als je de volgende ochtend weer opstaat, dat je diezelfde drang hebt om te strijden voor gerechtigheid. Voor zijn gerechtigheid, niet je eigen gerechtigheid. Amen? Gaan we naar de volgende tekst. En geef de duivel geen plaats. Als je boos bent en je laat de zon ondergaan over je boosheid, geef je de duivel een plaats. Je wordt een christen die alles goed vindt. Ook in je eigen leven. Laat me relax blijven. Laat me iedereen tevreden houden. Laat me een makkelijke jongen zijn. Ik ben een makkelijke jongen, maar toch ook niet. Nathalie lacht. Nee, want God is een goede, rechtvaardige, heilige God. En voor Hem moeten we staan. En voor Hem moeten we de waarheid vertellen aan de mensen. Amen? Gaan we door naar de volgende plek. Trouwens, broeder Mark, als er een keer weer een bolvergadering is, hè, moet je maar eens zeggen dat ik gezegd heb dat die liedjes die ze daar zingen over onderbroeken die uitgetrokken worden en lichaamsdelen die zichtbaar worden en alle scheldwoorden die er maar bestaan, dat dat niet hoort bij zo veel kinderen die in een feest zitten, in een wijkfeest. Mag je zeggen dat ze daarover na moeten denken? Ja? En mag jij dat ik het gezegd heb? Belangrijk! Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen. En bedroef de Heilige Geest van God niet. Dit zijn allemaal versen na die ene vers die ik heb voorgelezen. En ik heb wat stukken eruit gehaald, maar gewoon de opdrachten die Paulus geeft. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen en bedroef de Heilige Geest niet. Wij moeten geen menselijke boosheid hebben, mensen. Want als we menselijke boosheid hebben, stelen we van God. Als we menselijke boosheid hebben, dan gaan we onze eigen ik, onze eigen verlangens en onze eigen pijn zo op de eerste plaats zetten, dat je vergeet wie God is en wat Hij kan. Weet je wat belangrijk is? Op het moment dat je iets gebeurt, ook in je eigen situatie, waar je terecht boos om kan zijn, dan is jouw manier van handelen heel belangrijk om een getuige te zijn en te blijven voor God. De laatste keer dat ik boos werd met een eigen woede, met een eigen boosheid, was dat er een auto me afsneed.
En toen bleef hij voor me staan. En ik denk, waarom doet hij dat dan? Ik ben uitgestapt en ik was boos op die man. Ik heb gezegd, ben je helemaal mal, joh? Dan ken je de verkeersregels niet. Nou, sta je iedereen in de weg enzovoort. Later toen ik ben gaan zitten en ik heb gewoon, wat heb ik gedaan? Als iemand het gefilmd heeft, zeggen ze, pastor was heel boos. Dat was eigen boosheid, eigen woede over een eigen situatie. Maar de situatie mag zo slecht zijn om je heen. Jouw boosheid moet niet de boosheid zijn die je uit de omgeving haalt over allemaal rare situaties voor jezelf. Maar jouw boosheid moet een goddelijke boosheid zijn. En God is boos als er onrechtvaardigheid is. En daar mag je boos op zijn. En dan ga je goddelijk handelen. Dus je gaat niet iemand voor rot schelden. Want dan is de getuigenis gelijk weg. Amen. En dan bedroef je de Heilige Geest van God. God wil dat als je boos bent, dat je de Heilige Geest moet laten werken voor jou. Bedroef de Heilige Geest niet. Bedroef de Heilige Geest niet. En laat Hij jouw kracht zijn. Amen. Dus wees ten opzichte ook van elkaar vriendelijk, barmhartig, vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeeft.